De bouw van de fietstunnel in Lent was nog niet afgerond of de problemen met de afvoer van regenwater ontstonden al. Het water blijft staan en de huidige temperaturen zorgen voor ijsvorming. En dat levert gevaarlijke situaties op. De aannemer heeft 2 keer geprobeerd de situatie op te lossen. Nu is het plan om het asfalt aan te passen, maar dat kan pas in het voorjaar gebeuren. De gemeente heeft besloten tot die tijd bovenaan de tunnel hekken te plaatsen met daarop de waarschuwing voor gladheid in de tunnel. Fietsers kunnen beter afstappen en een stukje lopen.